Het einde van het jaar komt met rassen schreden in zicht, een tijd om terug te blikken. Zo ook op Varkenoord, waar we terugkijken op een veelbewogen jaar van de Feyenoord Academy. Een jaar dat voor veel van de jeugdteams begon in de kampioenscompetitie, op jacht naar de eerste titels op het prachtige nieuwe complex, maar abrupt eindigde nog voor er een beslissing kon vallen. Nadat het seizoen 2020-2021 met goede moed werd begonnen, viel de competitie weer stil en bleven de velden van Varkenoord wederom leeg. Dat doet heel erg pijn. Ja, je traint om die wedstrijd te spelen en dat is ook voor ons natuurlijk een meetmoment om te kijken hoe spelers zich ontwikkelen. Ja, en nu is het alleen maar trainen en je speelt gelukkig nog vriendschappelijk wedstrijden tegen de sportclub of onderling. En dat is wel een blije afwisseling, zeg maar, voor de jongens. Maar ja, het blijft toch behelpen. Je wordt geconfronteerd met corona. Dan weet je dat je zo'n beetje half april moet je je plannen echt bijstellen. Voor ons het allerbelangrijkste was, we willen wel gewoon de opleiding kunnen bieden zoals we die kennen. Dus met het aantal teams, met je trainerstaf, met alle spelers. Dat is het belangrijkste. Dat je dan vervolgens 5, 6 weken stil ligt, dat is natuurlijk niet leuk. Vervolgens kunnen we wel weer opstarten met trainen. Daar zijn we hartstikke blij mee. Hè. We zijn vanaf 1 mei zijn we weer kunnen gaan trainen. Op een gegeven moment kun je je trainingen weer uitbreiden. Je kan met meer spelers gaan trainen. Je kan ook gewoon partijvormen doen. Dan ga je gelukkig ook de competitie in. Ja, die laatste fase, dat is inderdaad wel heel vervelend. En het heeft niet direct betrekking op ons humeur. Want we zijn blij dat we kunnen trainen en, zoals Stan zegt, onderling kunnen spelen. Maar leuk is anders, dat is duidelijk. En dat in wat een feestjaar voor de Feyenoord Academy had moeten worden. In augustus 2019 werd het nieuwe complex van de jeugdopleiding geopend, waardoor 2020 het eerste volledige jaar is op het nieuwe Varkenoord. Uiteindelijk werd het niet het feestjaar wat iedereen voor ogen had, maar wordt er wel vol trots gekeken en gebruik gemaakt van het nieuwe complex. Ja, ik denk dat we hartstikke blij moeten zijn met wat we hier hebben. Ik bedoel, we zijn trots op datgene wat we hebben bereikt bij de opening vorig jaar en dat aan faciliteiten wat we nu hebben. We hebben sinds zeer recent hebben we ook de laatste 2 velden kunnen opleveren. Ja, daar ligt het allemaal niet aan. We hebben prachtige accommodatie, we hebben mooie velden, we hebben geweldige faciliteiten en ruimte om die opleiding zowel op het veld als daarbuiten, om die te kunnen aanbieden. Dus daar zijn we heel tevreden over. Kijk, als je kijkt naar het veld waar ze op hadden kunnen voetballen of waar ze een tijdje hebben kunnen spelen, dan is dat natuurlijk gewoon perfect en dat is hartstikke mooi. De entree, de omgeving. Ja, als je daar die wedstrijden kan spelen, ja, daar gaan we het voor doen. Aan de andere kant zeg ik dat ook de jongens en ook de trainers met die veranderingen heel erg goed mee omgegaan zijn. Als je hebt over de eerste jaar van, of het eerste seizoen, zeg maar, hier op het nieuwe complex, heb je misschien angst voor ja, wat nemen we of laten we achter, hè? Waar gaan we naartoe? Maar dat is bij de trainers en bij spelers is dat eigenlijk niet voorkomen. Eigenlijk de sfeer die we daar hadden, vind ik, ook hier mee hebben genomen. Natuurlijk op een andere manier, maar die sfeer hebben we wel meegenomen. Ja, dat het tegenvallend is wat betreft de corona, dat is wel duidelijk. Naast het hypermoderne complex dat voorzien is van alle benodigde faciliteiten om topsport te bedrijven, is de Feyenoord Academy ook op andere vlakken volop in beweging. Het afgelopen jaar werd er nog meer geïnvesteerd op het gebied van fysieke en maatschappelijke ontwikkeling en voeding. We hebben ook weer veel meer inhoud gegeven aan die profdagen, waarin jongens 2 keer per dag gaan trainen. Nou, we hebben weer onze topsportkok hebben aangetrokken, waarin die in de eerste weken waar we nog gebruik van hadden kunnen maken, heeft hij gewoon voortreffelijk werk afgeleverd. En dat zie je ook op de jongens af en ook op de trainers van hey, er is toch weer iets gebeurd, er is toch weer iets aan toegevoegd aan de organisatie, wat een grote plus is. Ja, dat is alleen maar prettig om te zien. Ik zie het vooral als een ontwikkeling van de afgelopen jaren. En Stan haalt het voorbeeld aan van de topsportkok. Wij zijn begonnen met profdagen 4 jaar geleden. Toen hadden we nog geen topsportkok, maar hadden we een cateraar. Op een gegeven moment hebben we tegen elkaar gezegd dat moet wel verbeteren. Dat je wil ze niet alleen goed eten geven, maar je wil ze ook bijbrengen waarom je zoveel moet eten en waarom je nou precies dat ingrediënt moet eten. En zeker bij de opening van dit gebouw met dat prachtige restaurant was voor ons ook meteen de tijd rijp om de topsportkok aan te nemen. En zo hebben we een aantal afdelingen hebben we uiteindelijk ook echt zien groeien. We hebben de afdeling performance, we hebben het sociaal-maatschappelijke begeleiding. We hebben de samenwerking met school geïntensiveerd met Torbecker sinds 4 jaar, waar we al bijna 25 jaar mee samenwerken. Kortom, we hebben echt de afgelopen jaren een ontwikkeling doorgemaakt die los van het allerbelangrijkste voetbaltechnische hebben we ons ondersteunende programma ook echt wel zien groeien. Nieuw dit jaar op Varkenoord is het Feyenoord onder 21 team dat sinds het huidige seizoen onderdeel uitmaakt van de voetbalpyramide van Feyenoord. Het team valt officieel niet onder de vlag van de Academy, maar heeft wel degelijk positieve gevolgen voor de opleiding zelf. Ja, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je daarmee je opleiding verlengt en dat je spelers die nog niet zo ver zijn om die stap te zetten, maar wel in een leeftijd komen dat ze nog kunnen blijven bij ons, uiteindelijk de gelegenheid geeft om zich te ontwikkelen. Waar we bij onder 19 altijd zeiden van ja, als je dan niet die stap naar het eerste kan zetten, dan moet je de opleiding verlaten of je moet via een omweg. Nu bij onder 21 verleng je daarmee de opleiding met als uiteindelijk belangrijkste doel om dat team in de piramide te krijgen en om ze op een niveau te laten spelen dat het voor de ontwikkeling van die spelers het beste is. De start was daar. Werd geïntroduceerd door Frank van Carnees, onze technisch directeur. Nou, daarin wordt ook nog een keertje aangegeven wat de staf wordt rond dat elftal. Nou, dat is flink uitgebreid. Dus dat betekent dat er nog steeds meer aandacht wordt besteed aan onze jongens. Nou goed, zie wat het gevolg is. Dat er toch weer jongens die stap hebben gemaakt naar het eerste elftal. Nou, dat is alleen maar leuk en goed om te zien. Ja, dat betekent ook dat jullie automatisch meer jongens aan jullie kunnen binden door de aanwezigheid van zo'n elftal? Ja, jongens kunnen houden, één. En jongens ook kunnen binden. Nou goed, we kunnen dus weer perspectief bieden. Nou, en het mooiste perspectief dat je ze kan bieden is dat ze die stappen gaan maken. Nou, als je nou de laatste weken weer ziet, dan worden er weer stappen gemaakt. En dat is heel erg leuk voor ons. Midden in de tweede coronagolf kwam de Feyenoord Academy in het nieuws door een groot aantal asymptomatische en een aantal symptomatische coronagevallen. Een hectische periode met veel uitgevallen wedstrijden en een strikt beleid binnen de muren van Varkenoord. Eén geval is er één te veel, laat dat duidelijk zijn. Alleen, wij hebben op een gegeven moment ook gezegd, wat zeggen de richtlijnen ons en wat betekent dat voor onze wedstrijden? Wij hebben de beslissingen destijds genomen, in overleg met onze arts, puur en alleen om te voorkomen dat als er een besmetting zou plaatsvinden, of had plaatsgevonden, dat uiteindelijk zou doorwerken naar andere spelers en collega's. Dat betekent dat de impact van onze maatregelen, bijvoorbeeld een team niet laten spelen, we hebben 1 weekend gehad, onder 16, onder 17, onder 18 niet kunnen laten spelen. Dat was een behoorlijke impact. Maar uiteindelijk, ook die afweging die wij maakten, had alles te maken met gezondheid. Dus als jij, ik hoor jou zeggen, asymptomatisch, symptomatisch, daar zijn alle richtlijnen voor. Die volgen wij. Wat betekent dat voor de rest van het team? Wat betekent dat voor nauwe contacten? Wat betekent dat voor de rest van de academy? En als we die lijn volgen, dan betekent, zo hebben we soms letterlijk gezeten, ja, dan moeten we onder 16 uit het programma halen voor zoveel dagen. Dan moeten we onder 18 niet laten spelen. En dat was puur en alleen bedoeld om te voorkomen dat we toch bij elkaar kwamen met als mogelijk gevolg dat het aantal besmettingen zou toenemen. Ondanks dat de wedstrijden in het kalenderjaar 2020 bij veel van de jeugdteams slechts op 2 handen te tellen zijn, wil Brard niet spreken van een verloren jaar. Niet helemaal. Natuurlijk wil je graag die wedstrijden spelen, maar dat heeft ook impact gehad op je trainingen. Ook de trainers zijn daar heel goed mee omgegaan, hè? Want we moesten eerst trainen zonder lichamelijk contact. De onder 21 moest aan het einde, zeg maar, nog trainen in kleine groepjes. Dat werd misschien iets groter. Nou, weer de nieuwe fase van we mochten trainen met contact. Ja, daar zijn de trainers heel erg goed mee omgegaan. Trainen is ook improviseren, dat zeg ik altijd maar weer. De ene dag kan anders zijn dan de andere dag. Heb je meer spelers, heb je minder spelers. Of helemaal niet trainen, want jongens worden naar huis toegestuurd vanwege de corona. Ja, daar moeten jongens en trainers daar heel goed mee omgaan. En dat hebben ze goed gedaan. 2020 was ook het jaar waarin er felle kritiek werd geuit op de opleiding. Kranten als het AD en de Telegraaf schreven over de onvrede die zou heersen op Varkenoord en jeugdspelers die eerder zouden kiezen voor de opleiding van AZ en PSV en te weinig perspectief zien bij Feyenoord. Ja, weet je, kijk, kritiek, zeg ik altijd maar, is gratis advies. Dat is één. Dus je moet altijd kijken wat staat er nou eigenlijk en kunnen we ons daarin herkennen en wat wordt er nou daadwerkelijk gezegd. Tegelijkertijd geloof ik heilig in als je een plan hebt, als je een idee hebt, als je een visie hebt, dan moet je onverstoorbaar doorgaan. En datgene wat je beter kan doen, dat doe je beter. Er zijn altijd mensen die wat vinden van de jeugdopleiding van Feyenoord, die wat vinden van onze club, die wat over ons vinden. Ja, daar moet je mee dealen. Die opleiding moet gewoon onafhankelijk zijn van stromingen of van invloeden van buitenaf. We moeten zelf weten, we hebben zelf de visie, we hebben zelf de trainingsmethode, wijze hoe we jongens gaan ontwikkelen. En daar houden we ons aan vast. En Dan zeg ik nogmaals, ja, de ene keer heb je een trainer voor het eerst zelf die heel erg naar jonge jongens kijkt. Aan de andere keer heb je een trainer die het niet daarin ziet zitten of minder ziet zitten. Of speelt een ander systeem. Nou, daar moeten wij van onafhankelijk blijven. Wij moeten onze jongens opleiden, zodat die bij elke trainer goed gaat functioneren. Tegenover de kritiek staat het grote aantal jeugdspelers dat een contract tekenen bij Feyenoord. Waarbij de teller over de 15 handtekeningen schiet. Een teken aan de wand dat de opleiding op de goede weg zit. Nou ja, kijk, als je het hebt over kritiek en hoe gaan we daar als opleiding mee om, dan is het nog veel belangrijker hoe gaan de spelers daarmee om en hoe reageren ouders daarop. En als uiteindelijk, ik meen 18 spelers dit kalenderjaar hebben getekend bij ons, verlengd, dan wel een nieuw contract hebben getekend en hun verblijf bij ons hebben verlengd, dan zegt dat alles over hoe zij, die spelers en hun ouders, kijken naar de jeugdopleiding. Ze hebben daar vertrouwen in. Enerzijds hebben zij daar vertrouwen in, anderzijds geeft het hen ook rust. Hè. Ze hebben meerdere jaren om zich te ontwikkelen. En dat doe je niet als je er geen vertrouwen in hebt. Als je vindt dat je elders het beter kan doen, dan kies je niet voor Feyenoord. Dus dat doe je als je vertrouwt hebt in de opleiding. En ik denk dat dat een hele belangrijke graadmeter is om te laten zien dat kritiek is van alle tijden, is geen enkel probleem, dat hoort er ook bij, daar moeten we ons niet door laten leiden. Voor ons is heel belangrijk hoe reageren spelers erop, welk plan presenteren wij, welke gesprekken voeren wij en als ze dan die keus voor ons maken, ja, dan zijn we daar natuurlijk hartstikke blij mee. In een moeilijk jaar veel talenten aan de club binden op een prachtig nieuw complex, maar de nieuwe stippen aan de horizon zijn al gezet. Nou, ik denk dat we, als we een competitie uit kunnen spelen, dan mogen we al blij zijn. En dat is dan de stip aan de horizon op korte termijn. En tegelijkertijd, ik gaf net al aan, we zijn aan het ontwikkelen. We hebben een aantal nieuwe afdelingen opgezet de afgelopen jaren. We hebben een aantal stappen gezet op het gebied van samenwerking met school. Stan noemde de profdagen. Dat gaan we de komende jaren verder uitwerken. We hebben voetbal en studie, dat zijn eigenlijk twee belangrijke componenten. We hebben het lifestyle-programma. Ik denk als je mij zou vragen, wat is nou dan de komende jaren het aandachtspunt op dat vlak, qua verbeterpunten, dan denk ik dat we dat lifestyle-programma, hoe kun je je spelers nog meer voorbereiden op een mogelijke toekomst als profvoetballer, dat we dat verder de komende jaren gaan uitwerken. De trainers hebben ook op een andere manier, gaan kijken naar trainingen. En dat vind ik ook wel prettig. Wat ik eigenlijk als doelstelling had, dat is door de corona eigenlijk nog meer naar voren gekomen en is tot uiting gekomen. Ja, dat zijn alleen maar stappen die we gemaakt hebben, ook onder de corona. Hoe gaat 2021 er op de Feyenoord Academy uitzien? Ik hoop dat we een keer kunnen zeggen, weet je nog, die coronatijd van vorig jaar, dat we daar zo gedoe mee hadden en elke keer moesten puzzelen. Dat we dat in 2021 een keer kunnen zeggen tegen elkaar. En ik verwacht dat we op een gegeven moment gaan we zeker competitie voetballen. En laten we hopen dat dat uiteindelijk weer leidt tot de volle zaterdagen met volle tribunes. En inderdaad de wedstrijden op al dan niet het hoofdveld of de velden daaromheen. Met mooi voetbal, met spelers die zich ontwikkelen. En als gevolg daarvan misschien wel een promotie hier of daar van een team of een prijs. Nou, ik hoop ook dat die grasmaster van ons, dat die gaat klagen. Die zegt, hey, moet er weer een wedstrijd gespeeld worden? Maar ja, want dat is natuurlijk waar we allemaal naar uitkijken. Dat we die wedstrijden kunnen spelen met publiek erbij. En dat er weer de spanning is bij een wedstrijd. Voor spelers, voor trainers, voor iedereen. Duimpje omhoog gedaan, al geabonneerd, klasse.